Met 60 jaar aan geschiedenis belichaamt Fernandes bakkerij niet alleen voortdurende groei, maar ook de centrale plaatsing van de Surinaamse burger als voornaamste doelgroep. De festiviteiten rond het 60-jarig bestaan van de bakkerij, samen met de inleiding van de kerstperiode, zijn ingeluid met een braderie. Diverse zusterorganisaties van Fernandes en lokale ondernemers namen hier aan deel. Het 60 meter lange kerstbrood symboliseerde de 60 jaren van Fernandes bakkerij. Jules Fernandes ging in op de huidige bedrijfsvoering. Wat we doen, we proberen met alles dat in ons is, vooral voor de kwaliteit van wat we doen, borg te staan. En zorgen voor kwaliteit is een gedrag. Het moet in je DNA zitten. Het is een way of life. Kwaliteit komt voor in niet alleen producten, maar in processen. De manier hoe je met mensen omgaat, de manier hoe je met elkaar omgaat, de manier hoe je klanten, je gasten benadert. En daar focussen we eigenlijk heel erg op als groep. Rufin Bainat, de directeur van Fernandes Bakkerij, wijst erop dat het bedrijf zal blijven voldoen aan de behoeften van elke burger. De financiële situatie heeft echter ook aanzienlijke druk uitgeoefend op de bedrijfsvoering. Denk aan de grondstoffenprijzen die constant stegen. Denk aan de koersen hier. Denk aan eigenlijk een economische situatie waar het erg moeilijk was te laveren. En we hadden op sommige momenten natuurlijk geen keus om onze prijzen te verhogen. En dat is steeds natuurlijk het lastig. We rekken dat altijd zoveel als mogelijk uit, maar soms komen we er niet onderuit. We hebben natuurlijk ook een verantwoordelijkheid naar de maatschappij, maar ook naar ons team. De avond bestond uit diverse attracties voor zowel jong als oud.